Deze nieuwsuitzending die gaat over abortus. De oorzaak van abortus, het fenomeen abortus en de gevolgen van abortus. Ik heb een abortus meegemaakt. En dat was niet leuk. Het was niet zo dat ik een kind in mijn buik had, net zoals Arnold Schwarzenegger. In die film Dinges. Nee, het was allemaal heel natuurlijk. Ik ga helemaal stotteren. Ik was getrouwd. Dan kan je gelijk zeggen, Perry, hoe dom kun je zijn om officieel met een formulier wat meegetekend wordt door een derde, een ambtenaar van de gemeente, dat je getrouwd bent. Ja, ik was zo dom. Kan je dat mij verwijten? Nou, jij niet. Ook al ben je een vrouw of een man, en jij kan mij dat niet verwijten dat ik dom was. Want ben jij zo slim? Nou, ik was dus wel zo dom. En ik ben getrouwd met die vrouw. In het stadspark hier in Arnhem. De Witte Villa heette dat. Dat is een aristocratisch optrekje. Waar vroeger mensen gewoond hebben, denk ik. En tegenwoordig is het een restaurant. Ze hebben daar mooie toiletten. En het uitzicht tijdens het huwelijk was heel mooi. Want we keken uit vanuit, als je weet, Arnhem, dat is een stad en daar is de rivier de Rijn naartoe gelegd. De Rijn loopt er onderdoor en daarbovenop heb je die heuvelpartijen. Waaronder het Sonsbeekpark. En dan kan je uitkijken, dan zit je hoog en dan kijk je uit over Arnhem. En dan zie je de Burgemeesterswijk. Kortom, een prachtige omgeving. En daar ben ik met haar getrouwd. Dat had ik nooit moeten doen. Perry, als jij zo dom bent om te trouwen met een vrouw voor de overheid en dat je niet begrijpt dat als je seks hebt gehad met een vrouw, dan ben je getrouwd. Het is geen seks voor het huwelijk. Want als je seks hebt, dan ben je getrouwd. Een kwestie van logica, maar dat wist ik toen allemaal niet. Domme Perry. Nou, we kregen een kind. Dat was het punt. Ik had haar zwanger gemaakt. En dat had ik helemaal niet verzonnen. Zij stelde voor om seks te gaan hebben zonder voorbehoedsmiddelen. En ik vond dat een slecht idee. Even dan naar seks toe. Kijk, seks is hartstikke leuk. Maar geen uitwisseling van lichaamsvloeistoffen. Niet, ja. Maar goed, zij wilde dan geen voorbehoedsmiddelen, want ze wist van haar periode. En als het dan gevaarlijk was, zo noem je dat dan, dan moet je het niet doen of dan gebruik je een condoom en daarna kan je zonder condoom. Want je bent toch niet vruchtbaar. En ik als domme. Ik begreep niet dat als je gaat neuken, dat trouwen is.
Ik had het niet moeten doen. Ik had niet dom moeten zijn. Maar wie kan mij mijn domheid verwijten? Ik ben een lerend iemand. Ik heb echt de wijsheid niet in pacht. Ik ben een Teletubby in La La Land. Wel een lerende Teletubby. Een Teletubby die iedere dag, sterker nog, elke seconde wijzer wordt. Nou, die vrouw had ik dus zwanger gemaakt. Dat zegt ze. Ik weet niet eens of ik dat was. Als ik mensen spreek, ik kom heel veel in de kroeg vanwege mijn kroegverslaving. En dan zit ik ongelooflijk te ouwe hoeren. En sommige mensen die weten dan van de moeder van dat kind. En die zegt, hoe heb je het met haar kunnen doen? Want ze deed het met iedereen in Arnhem. En ik had zoiets van, ja, maar ja, kortom, domheid all over the place. Van mijn kanten dan, hè. Toen werd dus dat kind geboren. Dat was nog, even denken hoor. Mijn kind is geboren op de dag, voor de dag, dat zij en ik voor de gemeente in contract gingen. Oh, ik haat mezelf als ik daarover nadenk. Hoe dom ik was. Maar goed, vergevingsgezindheid is heel belangrijk, vooral naar jezelf toe. Dat je jezelf vergeeft dat je zo dom was. Het is allemaal water onder de brug. Het heeft geen zin om te huilen over verspilde melk. And shit happens. Nou, mijn kind die was toen 1 jaar oud. En toen dacht die moeder, ik heb wel zin in een tweede. Mijn punt daarbij was dat die moeder niks deed in huis. Want ik moest mijn deel doen van de huishoudelijke houding. En dat kwam erop neer dat zij dan vrije tijd had om met Jan en alleman te gaan lopen ouwe hoeren. En dat is geen vies woord. Dat is normaal Nederlands. Dus als die vrouw naar de supermarkt ging voor een boodschap wat mij 10 minuten à 15 minuten kostte, omdat de supermarkt waar mijn dochter, mijn kind, later nog zou gaan werken. Dat was 5 minuten lopen en dan even in de supermarkt kijken en vooral onderin pakken. Want daar staan de goedkope pakken. Dan moet je wel bukken. En dan was ik binnen een kwartier was ik terug met de macaroni en de olijfolie. Zij niet hoor. Die bleef 1,5 uur weg. En dan vroeg ik aan haar van shit the fuck. En zij zei, ja, daar kon ik niks aan doen, want ik kwam iemand tegen van vroeger. En toen zijn we thee gaan drinken en daarna een port genomen in dat café in die andere straat die daar 300 meter vanaf ligt. En ik werkte 60 uur in de week. Plus fietsen. Heuvel op en heuvel af. Ik was back off. En zij zei, ik wil nog wel een kind. Heb ik tegen haar gezegd, nu even niet, mijn schat. Dat kan ik er niet bij hebben. Ik draai hier de godverdomme huishouding.
Je doet geen enkele klote. Een beetje rode wijn suipen met je vrienden van vroeger, die, waar je allemaal mee geneukt hebt. Nee, geen tweede kind. Niet nu. En mijn kind, die sliep ook helemaal niet. Er was ook een ander. Dat is lastig hoor. Ik geef het je te doen. Om 4 jaar lang maar 1,5 uur aan 1 stuk te kunnen slapen. En je ligt uiteindelijk wel 8 uur in je nest. Maar wel met onderbrekingen van 3 keer. Dan kom je niet in je remslaap. Niet in je rapid eye movement. Rem is dat, is een afkorting. Je komt niet tot rust. Ik was back off. Daarna ging het beter. Toen mijn dochter 4 werd, ging ze eindelijk een lange nacht slapen. En ik dacht, yeah, een nieuw kind. Mijn eerste kind slaapt 8 uur per dag. Het kan inmiddels lopen, wandelen, schuifelen, snuffelen. En het begon ook fucking goed te praten. Van hé, hé, nu hebben we rust. En een kind erbij. En ik neuken, 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 neuken. En elke keer als ze weer ongesteld werd, de moeder van mijn eerste kind, dacht ik, kut. Ik baalde daarvan. Niet omdat je een ongestelde vrouw niet kan neuken. Het ging mij niet om het seksgedrag of de seksbehoefte. Het ging mij erom dat ze niet zwanger was geworden. Waar neuk ik dan voor? Ik kan beter voetenmassage geven. Heb ik ook met haar gedaan. Seksueel contact, het samen zijn, het worden tot één vlees, dat doe je op allerlei manieren. Heb je ooit gehoord hoe Eskimo's kussen? Dat heet neusje neusje. Doe dat eens. Even tegen jullie dames dan, hè? Als je dan zegt, ja, ik ben zwanger geworden en ik heb er geen zin in. Ja, maar what the fuck heb je dan een pik in je kut laten stoppen? Om het maar op meneer zijn spinvis te zeggen. Want spinvis, dat is een pseudoniem van een meneer waarvan ik zijn echte naam niet ken. Maar spinvis, dat kan je zo intypen op internet. Met google.youtube.com of zo. En spinvis heeft gezegd, neem dan godverdomme geen kind dan. De pauze die je nu hoort is terecht. Nou, dat eerste kind, dat is mijn kind, mijn enige kind. En ik denk niet dat ik nog voldoende geld heb om nog een kind bij elkaar te neuken. Als je geen geld hebt om voor een pitbull terrier te zorgen, moet je ook geen kind nemen. Maar goed, mijn eerste kind was dus voor mij totaal ongepland. Plop, een kind en een huwelijk. Hoe stom kan ik zijn? Ik sloeg net op mijn eigen voorhoofd. Ja, die is geweldig gelukt. Ja, ze was scared as hell. Het is een hartstikke lief wezentje geworden. Heel gevoelig.
Het is mijn Filemon. Het is de zoon van mij. Het is een meisje, maar wel een mean mofo. En even uitleggen, een mean mofo. Een mofo, dat is easy als man. Als je geneukt hebt met een vrouw, dan ben je een motherfucker. Ja, dat stelt niks voor. Een mean mofo, daar gaat het om. Mijn dochter is een mean mofo. Zij is geen motherfucker, maar dat is geen man. Maar als een man een mean mofo is, dan is zij de spiegel in het vrouwelijke daarvan. En een ieder die geprobeerd heeft om mijn dochter te fucken, om haar te verneuken, en dan vooral die oudere kerels, nou, die hebben dat zuur moeten bekopen. Maar dan moet je mij ontmoeten. Want mensen denken van mij, ja, Perry Winkel, dat is een mannetje van bijna 1,80 meter. En die heeft van die dunne botten en die kan helemaal niks. Oh nee, joh. Ik kom achter je aan. En dat heb ik gedaan. Gewoon ter ere van mijn kind. Want je blijft met je tengels van mijn kind af. En dat kan niet altijd openbaar. En dat kan niet altijd en plein publiek. Maar dat maakt mij niet uit. Want ik ben godverdomme creatief. En het gebruik van het woord godverdomme, wat ik veracht, dat heb ik nu juist terecht gebruikt. Want God mag mij verdoemen als ik niet creatief ben. Dan heb ik liever dat hij nu de stekker eruit trekt en dat ik dood neerval. Tot stomme verbazing van mijn buren. Die zeggen, ja, maar hoe kan het nou? En dan gaat de overheid zeggen, ja, hij heeft een hartstilstand gehad. Ja, inderdaad. Abortus maakt mij kwaad. Dat rijmt. Hoor je dat? Mofo. Het kan zijn dat deze uitzending langer duurt dan jullie aandachtspanne is. En dat is zonde van jullie tijd. Maar wat ga je dan doen? Ga je naar Netflix kijken? Een of andere stomme film kijken? In plaats van te luisteren naar een vader die een abortus heeft meegemaakt. Nou, ik ga liever mijn eigen anus opeten dan dat ik naar jouw gelul luister. Want abortus, dat stelt niks voor. Maar we zijn allemaal zakken met kwarks. En de ene zak met kwarks laat een andere zak met kwarks gewoon wegsnijden. En er is niks mee aan de hand, hoor. Oh, nee, joh. Moet ik echt fucking boos worden? Dus tegen jullie dames, ik zal jullie vertellen, ga niet in die kant van abortus. Niet. Niet gisteren, niet vandaag en niet zelfs nog. Niet doen. Ja, maar ik wil graag lichamelijk contact en... Ja, met een man vind ik dat leuker als met een vrouw, want ik ben niet echt lesbienne. Ja, hoe moet dat dan? Regel 1. Onderbroek aanhouden. En dan niet een G-string gaan dragen. Dat slaat ook helemaal nergens op. Gewoon onderbroek aanhouden. En een onderbroek heeft een elastiek aan de bovenkant. En dat zit dan mooi. Dan moet je even kijken hoe jouw lichaam er precies uitziet.
Je hebt van die vrouwen, die hebben een lange rug. Ja, dan moet je een onderbroek hebben die wat langer is. En die hou je aan. En dan kan je seksen zoveel je wil. Heb je daar goed begrip? Of moet ik Frans gaan spreken? Ik heb in de kroeg gezeten met een vrouw en die heeft dingen tegen mij gezegd waarvan ik zei, dat pik ik niet. Dus de conversatie was voorbij. Later kwam ze ook die kroeg binnen en dan wilde ze contact met mij, maar ik heb een pet op mijn kop. Ik denk, de vorige keer heb je tegen mij dingen gezegd en dat pik ik niet. En daarna zat ik aan de bar en zij greep mij in mijn zij. En dat voel ik. Ik wist al dat ze binnenkwam. Ik hoef niet om te kijken om te weten dat zij het is die binnenkomt. En ze deed haar twee handen op mijn, boven mijn heupen. En dan niet die kietelplek of zo, maar gewoon echt zo even knijpen. Ik dacht, hallo. Toen heb ik tegen haar gezegd, ik wil wel met je praten, verder. Ik ben niet haatdragend, namelijk. Zullen we elkanders hand, de pink. Ik doe mijn rechter pink naar voren. Jij jouw rechter pink. Die klauwen we om elkander heen. Een beetje trekken, een beetje meegeven, een beetje voelen hoe die pink zit. En dan gaan we praten. En dat heet fucking seks. Ooit gehoord van voetenmassage? Als je dat niet snapt, dan ga je nog maar kijken naar die film van Quentin Tarantino. Die heet Pulp Fiction. Het begin. Ja, van voetenmassage word je niet zwanger. En als je je onderbroek aanhoudt, word je ook niet zwanger. Dat is een soort voorbehoedsmiddel. Een onderbroek. En als je dat dan niet doet, en je doet je onderbroek uit, en je zegt, stop er maar een penis in. Ja, welk risico loop je? Ik heb dat risico ook gelopen. En mijn kind, dat is een mean mofo. Die heb ik, ondanks whatever, en dat is je opdracht ook, opgevoed. De moeder van mijn eerste kind had al een abortus laten plaatsvinden. Want wij zeggen op het Nederlands, in zijn Nederlands, hoe zeg je dat? Zeggen wij abortus. Dus abortus. Alsof het een abortus is. Dat is het niet. Dat is taalkundig fout. Het is ab streepje ortus. Want het is een Grieks woord. Ab betekent niet of ont. En ortus is vrucht. Ontvruchting. Ontvruchting is het allerstomste wat je kan doen als vrouw. Ja, maar Perry, je gaat nou vertellen dat vrouwen stomme dingen kunnen doen. En mannen dan niet? Nou, ik heb je net verteld dat ik zo dom was om te trouwen met de moeder van mijn kind. Weet je wat het mij gekost heeft? Aan euro's. Dus domheid is mij niet vreemd. Abortus is heel slecht voor je lichaam. Ja, maar dat is seksistisch, want dat betekent dat vrouwen dingen kunnen doen die heel slecht zijn voor hun lichaam, en de mannen dan?
Ja, mannen kunnen niet laten aborteren. Dat zit er eventjes lekker niet in. Maar vrouwen wel. Vrouwen kunnen zich laten aborteren. Ze kunnen naar een dokter gaan, een dokter mengelen. Alsof we allemaal in Auschwitz leven. En ik denk wel eens, ik droom wel eens. Wat was het maar zo? We allemaal aan de kloten gaan. Want die vrouwen die laten zich aborteren. Maar waar ben je in godsnaam mee bezig? Ik zeg het maar gewoon hoor. Het is het allerstomste idee. Er zijn ook mensen die voelen zich... ik ben een vrouw in een mannenlichaam en ik wil graag mijn penis laten verwijderen. Ja, doe het fucking zelf. Koop die geweldige apparaten waarmee ze die Twin Towers omlaag gehaald hebben. Dat heet de breekmesjes. Die kan je halen hier bij de bouwmarkt. Dan heb je zo'n flinterverpakking en dan heb je er 5 voor €3,25. Ja, dan neem zo'n mesje en op, snij je pik eraf en doe het lekker zelf en bloed jezelf dood. Nee, maar dat wil ik niet. Ik wil dat die penis verwijderd wordt op een speciale manier. Wat doe je jezelf aan? Kijk, en een man die zijn pik eraf laat snijden om een vrouw te willen zijn. En dan wordt het nog een... Oh, mijn god, wat erg. Maar dat... Kijk, die mensen zijn gek. Ik laat het stil te vallen. Maar als jij besluit dat jouw lichaam niet in overeenstemming is met jouw geest... Ja, waar ben je mee bezig? Ja, want er is een communistische overheid en dan krijg je een penisverwijdering echt voor niks hoor. Dat is zo gebeurd. Ja, en dan? Is je pik eraf? En dan? Ja, dan krijg ik een gat geboord, dan snijden ze open en dan kan een andere man die kan zijn pik erin stoppen en dan ben ik een vrouw. Ja, ja. Van mij mag je het hoor. Ik heb liever dat je het zelf doet met een Stanley mes. Snij je ballen eraf als je dat wil. Ik heb ook een keer het mes gezet in mezelf. Echt waar. Op mijn linkerarm, daar zitten de littekens nog. Gewoon om te kijken hoe ik zou bloeden. Maar dat was een geintje. Mijn vriendin raakte, mijn toenmalige vriendin raakte helemaal in paniek. Dat kan ik me eigenlijk achteraf goed voorstellen. Ik had het haar niet aan mogen doen dat ze dat zou zien. Ik wilde alleen maar weten of ik zou bloeden. Dat zijn jeugdzonden, heet dat. Ja, maar Perry, jij was toen 23 toen je dat deed. Ja. Ja, sommige mensen worden langzaam ouder. En hardlopers zijn doodlopers. Er is mij nog wel meer gebeurd met bloed en alles. En ik leef toch nog? Het is nu fucking 2018. Leuk hè, om Amerikaans te praten. Ik ben bijna 60. Nou, wat is nou abortus? De ontvruchting. Nou, hoe dat in mijn geval, dus die ik heb meegemaakt. Hè? Mijn eerste kind, hè, die tweede was dus geaborteerd. Later dan, dat wist ik toen nog niet. Hè? Mijn eerste kind was 8. En zij had geen periode. Ze werd niet ongesteld. Toen dacht ik, ik vond dat leuk. Eindelijk. Na al dat geneuk. Eindelijk
was ze zwanger. Hè, hè? Wat een opluchting. Want ik zag de tijd er al komen. Mijn dochter was 8. En met 4 jaar was ze van de basisschool af. Het primaire onderwijs. En dan zou ze naar het middelbare onderwijs gaan. En ik had al zoveel verlies gehad. Van die dingen die je zo leuk vindt om te doen met kinderen. Al de gezeik van die zogenaamde volwassenen. Ja, doe mij maar kinderen. Daar kan ik lekker mee kletsen. In de regel. Dus ook als ik mijn dochter naar school bracht, dan sprak ik met die andere kinderen. En dan zei ik, hallo. En als ik mijn dochter van school haalde, dan sprak ik ook die andere kinderen. En dan zei ik, hallo. Ik vind dat leuk. Dat is gek, hè? Dat je houdt van kinderen. Tegenwoordig dan. Het schijnt een nieuw soort communistisch geloof te zijn, dat je kinderen helemaal niet leuk zijn. Kinderen zijn zo moeilijk, die moeten naar de communistische overheid om naar het strafkamp. Ja, ik ben niet zo. Ik heb ontdekt dat als je kinderen de vrijheid geeft, dat ze best te pruimen zijn. De vrijheid geven en onderwijs natuurlijk. Een 30 minuten per dag. Dat is ruim genoeg. Ik hou van kinderen, want ik hou van mensen. Voor zover ze leven, natuurlijk. Al die zogenaamde zombies. Ja, ik ben een zombie. Ik ben eigenlijk al dood. Want voor de rest, iedereen moet dood. Dat zeggen ze dan, hè, dat soort mensen bestaan. Nou, ik denk het wel, hoor. Maar dat zijn easy peasy e-holes. Je eigen kind. Je maakt een kind. Weet je dat in de Bijbel staat, gaat heen en vermenigvuldigt u? Gewoon neuk iedereen te pletteren. En maak kinderen. Ja, maar voor een kind ben je verantwoordelijk. Ik weet niet of ik verantwoordelijk ben. Nou, dat laatste is het probleem. Want jij bent verantwoordelijk of niet. Dat is een goed begrip. Dus, samengevat. Als jij seks wil, dan ga je bijvoorbeeld met je partner dansen. Wat dacht je daarvan? Daar kan je ook een natte kut van krijgen. En die kerel kan er een stijve pik van krijgen. En je gaat lekker dansen. Gewoon met je kleren aan. Seks is geen enkel probleem. Ik ben seksexpert. Of expert, moet je, dat is een andere Nederlandse frase. Dus expert of expert. Ik ben seksexpert. Ik heb het gedaan. En de allerbeste seks die ik heb gehad, was met een prostituee. Iemand die gewerkt heeft als prostituee. En die heeft ook gewerkt bij Volvo, die autofabrikant, daar in Limburg. Dus ze is niet echt een... Maar ze hield van seks. En de laatste keer dat ze bij mij in mijn IKEA-bed sliep, hadden wij samen mijn joggingpakken aan. Ik heb meerdere joggingpakken. Dat is heel eenvoudig, kan je kopen in de sportwinkel. Een broek en een sweater eroverheen. En dan zachte stof. En dat maakt niet uit waar het van gemaakt is, als het maar warm is. Isolerend is.
En met haar in mijn bed, die laatste keer, dat was geweldige seks. Want zij kan mij aanraken. Ze heeft nog tegen mij gezegd van ja, mijn voeten zijn niet mooi. Je moest eens weten hoe mooi ik haar voeten vind. Dat is de aanraking. Als twee lichamen, als twee, even terugnemen, als twee stenen op een grindpad, twee stenen die tong, 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 dat betekent niks. Als twee mensen elkaar aanraken, dan heb je poem. Zij was mijn slaaf. Ik kon doen met haar wat ik wilde. Zij wilde met mij samen zijn. Ik kon haar, zij van die borsten, en die heeft ze laten oppompen tot grote tieten vanwege de business. Dus haar tieten raak ik niet aan. Voorzichtig, rekening houden met die implantaten. Als die breken, dan gaat zo'n mensje kapot. Ook. Kan je het je voorstellen? Je bent een vrouw en je hebt van die plastic zakjes in je tieten hangen. Ja, pas op met mijn plastic zakjes. Ja, dat weet ik ook wel. En de buik was goed. Echt een tof wijf. En ze rookte, net als ik. Dus dan stink je allebei niet naar tabak. Want daar ben je aan gewend. Dan ben je geadapteerd. Ja, zo kan je seks hebben. Dan komen die twee lichamen tot elkander. En dan... Dat is heerlijk. Met mannen heb ik dat niet. Die geef ik een klopje op de schouder of whatever. En van vrouwen blijf ik met mijn tengels af. Tenzij die vrouw iets doet. En zij deed dat. Zij wilde die eenheid van vlees. Dat begrijp ik heel goed. En daarvoor hoef je niet je pik in een vagina te stoppen en te spritsen. Ja, maar Piggy, dat zeg je nou wel, maar je kan toch een condoom gebruiken? Ja, en een condoom kan lekken. Hou dat goed in de gaten. Nou goed, je neemt het risico en je wordt zwanger. En dan... Je hebt een morning after pill. Dat is fucking kloten voor je lichaam. Dat mag je helemaal nooit doen. Je had beter naar mij moeten luisteren en geweten hebben dat je je onderbroek aan moet houden. Als die man zijn onderbroek aanhoudt en jij je onderbroek aanhoudt, gebeurt er helemaal niks. Je leert elkander kennen. Je voelt die elektrische, want daar gaat het om, die elektriciteit. De aanraking. En daarin ben je samen. En dat kan
eventjes zijn of voor altijd. En als het voor altijd is, dan mag je je pik in de vagina stoppen en kijken wat er gebeurt. Want dan kan je een kind krijgen. Heb je dat goed begrepen? Dat je van seks kinderen kan krijgen? En als je dat niet wil, dan moet je die vorm van seks niet doen. Ik laat even een pauze vallen. Maar goed, ik was getrouwd met die moeder. Ik had een contract met de overheid. La 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 la. Dat heeft mijn partij geld gekost. Zo de knetter. Dan praten we over 200.000 euro. Minimaal. Het was toch mijn geld niet. Het maakt me in die zin geen donder uit. Vanaf dat mijn dochter 4 werd, dacht ik, oké, fuck around met mijn getrouwde partner. En elke week 1 keer. Kijken wanneer, een soort lotto is dat eigenlijk, hè? Gewoon weer even doen en gewoon vol spritsen. Want ik wilde een kind. Nog eentje. Ik wilde niet dat mijn kind als enig kind door het leven zou moeten gaan. Ik wilde dat zij een, ja, het liefst een broer. Vanwege de doorgang. Snap je dat überhaupt? Dat als er straks geen kinderen meer komen, dan gaat er niemand meer dood. Nog een keer. Als er geen kinderen komen, dan gaat er straks niemand meer dood. Nog een keer. Dus ik neukte mezelf echt 1 keer per week. En ik heb een tijd gehad dat ik niet rookte, geen alcohol dronk. Geen koffie, alleen maar groene thee, rooibos thee, sterrenmunt thee. Want ik wilde nog een kind. Voor mijn kind. Dat is nog niet zo gek. Weet je van wiskunde? 1 vrouw per kind is niet genoeg. Je moet 2,1 kind per vrouw krijgen. Anders houdt het op. Ben ik nu te logisch? Ja, Perry, want hoe kan je nou 0,1 kind bovenop die 2? Dat kan toch niet? Ik bedoel gemiddeld. 2 à 3 kinderen per vrouw, dan houden we het vol. Of we zeggen echt, nee, we gaan terug, we gaan ons verkleinen. En dan 1 kind per vrouw. Maar, en dan zal je een strategie moeten hebben hoe je vanuit die positie overleeft. Ik praat er geen Frans of zo. Maar de moeder van mijn eerste kind, daar had ik dan seks mee en toen was mijn eerste kind 8 en toen werd ze niet ongesteld. En ik dacht, jippie, eindelijk. Een beetje aan de late kant, maar toch, een kind. Want mijn kind
die bracht ik met groot plezier naar school. En die haalde ik met groot plezier van school. Het waren mijn geluksmomenten van de dag. Ik had een zware baan. Dat kostte mij mucho energie. Ik had die baan niet volgehouden als ik geen kind had. Dat ik van school moest halen of brengen. Dat gaf mij zoveel energie dat ik dacht, kut, zo dadelijk is het 12 en dan is er van het basisonderwijs af, het begripsonderwijs, het eerste, dat is een, ik ga helemaal stotteren. Als ze daarmee klaar zijn, dan gaan ze naar de middelbare school en dan hoef je ze niet meer te brengen of te halen. Ik zag het gemis al aankomen. En toen mijn dochter 8 was en de moeder van haar zwanger was, dacht ik, yeah, dit gaat mij lukken. Want dat kind moet met het vierde, het mag met het vierde naar de openbare lalalala school. Vanaf het 5e is het verplicht. Dat redden we precies. Tegen de tijd dat mijn eerste kind van school zou gaan, zou ik mijn tweede kind gaan aanmelden. Halleluja is een woord wat mij toen in gedachten geschoten moet zijn. Die moeder werd niet ongesteld en ze stelde voor om geld uit te gaan geven voor een zwangerschapstest. Dat vond ik goed. Ik wilde ook weten of ze echt zwanger was. Want het kan ook zijn dat een vrouw niet ongesteld wordt omdat ze een infectie heeft of een parasiet of whatever. Ben je niet ongesteld vanwege, ja, wat? Ja, het was raak. Dan heb je zo'n test en dan je ochtendurine, die moet je plassen over een testbuisje of zo. Ik weet niet precies hoe het zit. En zij kwam terug de slaapkamer in. Ons eerste kind zat boven. Wij sliepen in het souterrain. Ons eerste kind zat boven in de keuken met de poes die ik voor haar gevonden had op straat. Heel apart en bijzonder en beestje. En zij kwam in de slaapkamer en ze zei, het is blauw. Of het werd niet blauw. Ik weet niet precies hoe dat zit met zo'n zwangerschapstest. En ze was dus zwanger. Mooi, dacht ik. Een beetje aan de late kant. Maar ik ben niet afwijzend of zagrijnig. Ik dacht alleen maar, yeah! Nog, 6 jaar lang een kind naar school lopen. Je moest eens weten hoe leuk het is om met een kind naar school te lopen. Huppelen deden we ook. En de tafels van 1 tot en met 9. Nee, 2 tot en met 9. En dan beginnen we met de tafel van 6. 1 keer 6 is 6. 2 keer 6 is 12. 3 keer 6 is 18. 4 keer 6 is 24. 5 keer 6 is 30. Enzovoort, enzovoort. Je moest eens weten hoe goed het is voor je lichaam. Voor je ziel. Voor het gehoor geven aan dat wat God van jou wil.
Ja, maar dan heb ik een hele bolle buik en dan zie ik er niet uit en dan wil ik aangepaste kleding. Nou, die krijg je gewoon fucking lekker niet. Daar ben ik ook mee klaar. Met al die zwangerschapsverplegingen en zwangerschapsoefeningen. Wat een crap. Je hebt je kind te dragen. Ja, maar dan krijg ik zwangerschapsstriemen. Ja, nou en? Moet ik opnieuw het verhaal gaan vertellen van hoe het was in Sparta? Sparta was een stadstaat in Griekenland. Wat was de rol van de vrouw? Moesten de vrouwen het leger in? Er is een verhaal van een Spartaanse strijder en die kon zijn vrouw niet zwanger maken. En die vroeg aan een medestrijder, zou jij mijn vrouw zwanger willen maken? Het komt hard over, maar Sparta is hard. Daar ga je niet de christelijk dogma mee in de schoenen schuiven. Ik gebruik Sparta als voorbeeld. Vrouwen moeten kinderen baren. Punt. Een andere functie hebben ze niet. Niet hun hoofdfunctie. De eerste functie van de vrouw is het baren van een kind. Jammer, hè? Ja, maar ik wil veel liever man zijn en een... Ja, laat jezelf steriliseren. Dan heb je er helemaal geen last van. Voorkom het probleem. En niet gaan lopen zeuren met een vrucht in je buik. En ja, die vruchten, daar zie ik geen toekomst voor. En die moet weggesneden worden. Ja, op mijn fucking kosten. Ik beschouw het logisch, hè? Want ik heb helemaal geen zin om mee te betalen aan vrouwen die zwanger geworden zijn. En dan moet er met een mes in een kut. En dan, hè? Dat gaatje daar. En dan gewoon met een mes erin. En dan gaan we alles één voor één naar buiten pleuren. Het is het allerstomste idee wat je maar kan verzinnen. Kijk, de maanlanding, die is gelukkig nooit gebeurd, maar dat was ook een stom idee. Want waarom zou je naar de maan gaan? Abortus moet je niet doen. Nou, zij was zo leuk, hè. Zij vertelde mij, nou, de zwangerschapstest is positief. En ik dacht, yeah! Ik mag nog 8 jaar lang mijn kind ergens naartoe brengen en dan ophalen. En vragen hoe het was. Levensverlenging heet dat. En zij... was echt wat, ja, dat die kan niet hebben hoor, een kind in mijn buik, ja, een zeuren man. Ik begreep er helemaal niks van. Wat heb je er al, kijk, het is zo dat er, als er straks geen kinderen meer geboren worden, gaat er niemand meer dood. En ik kan geen kinderen baren. Ik kan wel neuken. En dan moeten kinderen komen, er moeten nieuwe mensen komen, er moet een nieuwe generatie komen, er moet iets verstandigs komen. In plaats van die bullcrap die we nu hebben. Je neukt jezelf tot vrijheid.
Ja, maar als een vrouw 5 kinderen heeft, dat kan niet hoor. Oh nee, waarom fucking niet? Ja, want het nieuwe Nederlands is heel eenvoudig. En laten die Arabieren en die mensen uit Syrië en Libië, laten we het Nederlands verbeteren. Want dan zeggen we, die jongen gaat met die meisje naar die feest in die dorp. Homo! Ja, want wij blanke mensen, wij zijn het tuig der aarde, want wij hebben de Bijbel laten schrijven, hebben we ook nog voor betaald. En momenteel kost een Bijbel 14 euro en dat is CO2-belasting. Ga toch weg! Alsjeblieft! Rot op! Neuk kinderen. En seks kan je hebben met allerlei manieren. Die prostituee waar ik het net over had. Ik heb haar voeten gewassen. Daar word je niet zwanger van. Zij had vermoeide voeten. Ik kon het zien. Ze had stinkende voeten. En ze deed haar gymschoenen uit, haar sokken uit. Dat is seks. Wil je goede seks met een vrouw? Ga eerst maar even dansen. Take your baby by the hand. Als je dit intypt op YouTube, dan vind je dat nummer wel. Raak iemand aan. Dat is seks. Als je je pik in je... Als je een pik... Als je als man... Als je je pik steekt in een vrouw... Loop je het risico. En het risico, dat ga je invullen. Je gaat zorgen voor je fucking kind. En je hebt vertrouwen in dat kind. En nee, dat gaan we niet laten wegsnijden. Heb je dat goed begrip? Heb je dat goed begrepen? Dat je dat niet laat doen? Ik sprak gisteravond een man en die had ook een voetvrat. Dat is een vrat, die kent het wel. Die heeft die vrat weggesneden met een Stanley mes. Hij was dat ding beu. Ik ben mijn vrat ook beu. Ik heb er ook momenteel één. En dat doet pijn. Hij had het lef om zelf met een breekmesje waarmee je... Osama Bin Laden die 2 towers heeft laten ineenstorten, laten exploderen. Dus je neemt een breekmesje en dan gaan die torens die exploderen dan. Ja, zo kan je een wrat verwijderen met een breekmesje. Een boxcutter heet het op zijn Engels. Een dozensnijder. Een Stanley mes noemden wij dat vroeger. Maar de Stanley mes dat was wel handig. Maar dat breekmes is nog iets handiger. Want als dan het eerste dingetje stomp wordt vanwege al het snijden. Dan breek je hem eraf en dan schuif je hem iets door. Heb je weer een scherpe. Laat je dat doen met je eigen lichaam, jij stomme kutvrouw. Te stom om te kunnen leven? Ja, want ik ben net als een transgender
Gewoon een Stanley mes erin en lekker snijden en dan komt alles goed hoor. Want ik ben de meester van mijn eigen universum. Jij homo! In de slechte zin van het woord. Jij onrespectvolle. Jij infidel. Ga maar een keertje nadenken. Lastig hè, voor mensen om na te denken. Voor krokodillen niet hoor. Krokodillen in de regel gaat dat prima. Die weten dat ze moeten happen. Neem een Rottweiler of een Pitbull Terrier. Ja, die weten wat ze moeten doen. Maar jullie niet, hè? Want jullie zijn dombo's. En dat is schandelijk. Ja, ik heb me laten aborteren. En daarna werd ik helemaal crazy. En ik vind dat de communistische overheid met de paus en alles. De paus, daar hou ik niet van. Maar voor de rest, communisme vind ik prima. En die moet mij nazorg geven. Nee! Je moet dood. Dat wilde jij. Want je had een vrucht in je buik en die heb je laten vermoorden. Je bent een moordenaar. Ja, dat kun je nou wel zeggen, Perry, maar ik zag echt geen toekomst voor die vrucht. Want er is geen kans in deze samenleving. Oh nee! Ja, het is misschien wel een kans, maar ja, dat kost me zoveel werk. Laat me wegsnijden. Ja, maar waarom heb je dan seks gehad zonder onderbroek aan? Nou, ik wilde graag dat gevoel hebben van een pik in mijn vagina. En ik vond het echt lekker. Ja, toen kreeg ik een kind en toen dacht ik van, oh nee, daar heb ik geen zin in. Wat dacht je van een dildo? Huh? Ken je die band? Die heet Steely Dan. STEELY DAN. Dan stop je die toch in je kut? Dan word je ook lekker opgerekt van binnen. Ik zeg het maar zo grof mogelijk, want er is niets grovers dan abortus. Ja, maar mijn vriend is niet handig en die kan geen dildo voor mij maken. En dan ga je op zoek naar, dan koop je er een. En trouwens, wat is een dildo? Die kan je maken van een, dan neem je een, eventjes goed op een rijtje zetten. Keukenpapier. Dat is dat brede, net als een toiletrol, maar dan heb je een grotere. Nou, en die moet je een beetje met rubber. Zou ik doen. Altijd kiezen voor elastieken. En dan rammen met die handel. Dan word je toch ook aan de binnenkant opgerekt. En daar word je niet zwanger van. Ja, maar ik vind het fijner als een echte man zijn penis in mijn gaatje stopt. Ja, dat vind ik best. En je neemt een risico. En als je dan een kind krijgt en je wordt zwanger, ja, dan is dat jouw fucking schuld. Dan wilde jij dat. Om het maar op zijn atheïstisch te zeggen. Of God wilde dat. En jij hebt daaraan te gehoorzamen. Nou, dat is helemaal niet waar, want ik kan naar de abortuskliniek en dan laat ik alles wegsnijden. Ja, en wat doet dat met jouw ziel? Heb je ooit nagedacht over hormoongehaltes? Want als je zwanger wordt, mijn lieve vrouwelijke vriend, dan gaat je hormoonsysteem veranderen. En je laat dan een stuk wegsnijden.
Wat gebeurt er dan met jou? Ik heb hem met mijn neus bovenop gestaan. Wat er met een vrouw gebeurt als zij zich laat aborteren. En dat is niet leuk. Oh, het is wel goed dat er één mens minder is. Want de mensen die veroorzaken CO2-belasting. You go fuck my a-hole. Ik heb geen hekel aan domme mensen, behalve aan domme mensen die beweren dat ze het begrijpen. Kan dit duidelijk over? Niet doen. Wat ik heb meegemaakt is dat zij was dus zwanger. Bleek. En ze wilde dat kind niet. Ja, dat, die had ik niet zien aankomen. Het was een aanval over de flank, heet dat. Een aanval vanuit een hoek die je niet verwacht. Ze zei tegen mij, ik ben al 38 en dat was ook zo. Dus ik ga eerst even naar de dokter om te controleren wat de kansen zijn en ja, hoe het zit, wat we moeten doen. Want ik ben al 38. Ja, voor hetzelfde geld krijg je een mongoloïde. Zo'n spleetoog. Met een hormoon, een chromosoom te veel. Er is een kans dat die mensen met een chromosoom te veel behoren tot de klasse der Übermensch. Ho Perry, maar nu ga je Friedrich Nietzsche erbij halen en nu word ik helemaal over de kook hoor. Ja, homo. Wij weten helemaal niets. Het enige waar wij kennis van kunnen hebben is de kennis van het niets. En dat mag je niet formaliseren, want dan krijg je religie. Iedereen weet wat er van gekomen is. Maar dan nog, je hebt je eigen lichaam. En laat jij dan in je baarmoeder, waar zit zo'n kind eigenlijk, waar groeit dat kind? En dat laat je wegsnijden. Jo, want dat is een vrat. En daar zou ik alleen maar last van hebben. En ik wil dat niet. Dus ik ga daarvoor. Christus, misschien. Nou, in die tijd dat de moeder van mijn eerste kind zwanger bleek te zijn, kreeg mijn vader het aan de stok met de medische industrie. Die wilde hem per se gaan behandelen. Dat liep niet goed af. Ik ben er heilig van overtuigd dat als de allopathische industrie, wat we noemen de medische wetenschap dinges, als die zich niet bemoeid hadden met mijn vader, dat mijn vader nu nog geleefd had. Ze hebben mijn vader vermoord. Heel langzaam. In het kader van een therapie of zo, een behandeling. Maar die MRSA-bacterie of virus of whatever, ontsteking, die deed hem de nek om. En de dokter die zei netjes tegen mij, ja, je vader was te zwak voor de behandeling. Ja, blijf dan met zijn poten, die klootzak. Dat mag ik toch zeggen. Hij heeft mijn vader laten vermoorden. In het kader van een behandelingstherapie.
Het woord chagrijnigheid, dat komt niet in één keer bij mij naar binnen. En dat is wel zo. Ik word er chagrijnig van. Want mijn vader was een klootzak. Ik ook. Maar waarom moet hij dood? Waarom zijn mensen zo geïnteresseerd in het doden? Ja, want daar kregen we een leuke YouTube-film van. Want op Netflix, met al die seks, heb je heel veel boom, 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 knal, 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 iedereen dood. Ja, waarom? Ik laat een stilte vallen. Ik ben woedend. En jij ook. Als je nog iets een wil tot leven hebt. Friedrich Nietzsche heeft gezegd: een wil zonder een wil tot macht heeft geen enkele zin. Ik zeg het fout. Heeft geen enkele zin. Heeft geen enkele ziel. Een wil komt tot macht. En ga je daar tegenin? Waarom? En ik refereer Friedrich Nietzsche heel erg tegen de schenen schoppend van mijn christelijke bijbelgelovende vrienden. Die zeggen dat Friedrich Nietzsche een profane wereldse persoon was. En dat was hij ook. En hij sprak de waarheid. Niet zo nauwkeurig als in de Bijbel staat. Maar wel verhipte amusant. Vreselijk amusant. Laat je niet aborteren, mijn beste dames. Alsjeblieft niet. In het Oude Testament staat een mooie frase over het begrip verkrachting. Dus je bent als vrouw verkracht. Dat is een lastig idee. In het Oude Testament staat, nou in dat geval, want je hebt geen seks voor het huwelijk, dus je bent getrouwd. En die man gaat betalen. Die betaalt 5000. 5000 wat kan je aan mij vragen? Dukaten, maakt niet uit. Die man gaat betalen. Denk er eens even over na dat waar is. En het kind dat komt. En die vrouw die gaat op haar rug liggen, net zoals die keer dat ze verkracht werd. Ik zeg het even grof, hè. Want er is niets grover dan verabortus. En die vrouw gaat op haar rug liggen en die baart dat kind. En die man gaat betalen. Dat is andersom. Ja, jij als vrouw kan je beklagen over je lot van jouw godverdomme, ik ben verkracht. Ja nou, je hebt toch een kind? En dan zeg je tegen je kind, jij bent een kind van een verkrachter. Die man gaat betalen. En dat kost tijd. Je mag niet te haastig handelen. En zeker niet een Stanley mes in je kut laten stoppen om er iets weg te laten snijden. Ben je helemaal gek geworden? Ratten. Die beestjes, hè? Ik heb ze hier in huis gehad. Ik heb 3 generaties gehad. Als een rattenvrouw vrucht
in haar buik voelt en ze ziet dat de omgeving niet deugt, dan sterven die vruchten af. Geloof je me niet? Een rat hoeft echt niet naar de abortuskliniek. Dat gaat vanuit haarzelf. En ratten zijn anders dan wij, want wij horen te weten dat seks, dat kan je hebben als je de pink tegen elkaar aanhoudt. En je voelt het. Je voelt die kont. Je voelt die buik. Je voelt die tieten. En pas op voor die implantaten. En je voelt die tepels. Dan ben je toch samen. Wij mensen horen boven de dieren te staan. Luister maar naar mijn vorige uitzending over atheïsme, theïsme en deïsme. Wij zijn een stap hoger. En niet fucking abortus. We zijn helemaal gek geworden. Je hebt een kind en dan laat je geboren worden. Ja, maar dan heb ik zo'n... What do I care? Homo! Je bent toch zwanger? En waarom ben je zwanger geworden? Dat was omdat God dat wilde. Zo ga je ermee om. Je laat dat kind geboren worden. Ja, dan kan je het erin brengen. Oh, maar dan ga ik eventjes, laat ik mijn Stanley mensen, laat ik alles wegsnijden. Weet je wat er dan gebeurt met je lichaam? Stomme homo. Ik zal het je vertellen. Als een vrouw zwanger wordt, dan past dat lichaam zich aan. Het krijgt een andere hormoonstructuur. Je hebt allerlei dingen. Ja, ochtendmisselijkheid. En dat is een aanpassingsproces. Want als je als vrouw weet dat je zwanger bent, dan weet je dat je met z'n tweeën bent. En dat je niet meer voor jezelf mag eten. Je moet eten voor dat mens wat in jouw buik zit. Ja, ik... Je kan er toch bij stilstaan dat het niet anders kan. Of heb jij een beter idee? Ja, want de bladluis, die kan zichzelf delen. En alles is een kloon van zichzelf. Ja, maar wil jij een bladluis zijn? En een bladluis, dat is een beestje en dat kan in je planten gaan zitten. Dat vreet zichzelf helemaal kapot. En dat deelt zichzelf in tweeën als een of andere eenzellige. En dat maakt alles kapot hoor. Maar zo is het niet. In de Bijbel staat dat God de mens verzonnen heeft in twee geslachten. Er zijn ook geen drie geslachten. Er zijn maar twee geslachten, namelijk voor de voortplanting. Het is pijnlijk. En so be it. Jullie hebben een taak als vrouw. Jullie taak is dat jullie de baas zijn. En niet de baas gaan spelen, maar de baas zijn. Want jullie zijn nul. Het is een goed begrip. En niet meer laten aborteren. Je gaat maar worden zoals een rat. En je denkt, dit gaat er niet worden. En dan verschrompelt die vrucht zich vanzelf. Dan word jij niet zwanger. Dat is je geest.
Neem een voorbeeld aan ratten. En je gaat niet... Doe je niet. Alsjeblieft niet. Want als je dat wel doet... Jij bent zwanger. Jouw hormoonsysteem, alles, je hele lichaam gaat helemaal denken... Oh, er komt een nieuw mens, een alien. En wat gaat hij allemaal doen? En dat groeit in je buik. Kut, hè? Maar geen medelijden met jou. Want het is je rol. Ik kan dat niet. God heeft dat zo verzonnen. En ga mij niet vervloeken, vervloek God. En als je dan geen kinderen wil, ja, hou je onderbroek aan tijdens de seks. En geen beflapjes of zo, dat is allemaal overbodig gedoe. Gewoon je onderbroek aanhouden. En die man ook. Dan kan je seksen zoveel je wil. Bitch. Ja, maar ik wil graag... Ja, heb je een zwangerschap. Oké. Okay. En je denkt... Ja, ik zie er helemaal geen gat. Geen gat. In. Product Nederlands of wat? Nou, als je dan in dat monster... Dat uitprobeersel van de Heere Heer. Dat monster. Een monster is een proef. Je weet niet wat het gaat worden. Het kan een psychopaat zijn. Of een ADHD'er. Of een Mongool. Iemand met Down syndroom. Het kan ook. Het kan van alles zijn. Het kan ook een mens worden zonder armen. Echt hoor. Dat gebeurt, hè? Je maakt een mens en het heeft geen armen. Jeetje, kreetje zeg. Nou, als ik... laat ik een scan doen. En als het dan Down syndroom heeft, dan wegsnijden. Het punt is, jouw lichaam heeft zich aangepast aan het feit dat er een mens aan het groeien was in jouw buik. En dan chop, chop, chop. Wat gebeurt er met jou, mijn lieve kind? Ik heb meegemaakt dat een vrouw dat deed, de moeder van mijn kind, toen mijn kind 8 jaar oud was en zij werd knettergek. Is dit een bewijs dat abortus niet verstandig is? Nee. Dit is empirie. Ik heb het meegemaakt. En ik kan mij voorstellen dat God, die ons geschapen heeft naar zijn evenbeeld, niet in gedachten had dat wij met Stanley messen in onze kut, want het is onze kut, zouden gaan snijden. Ja, maar als God goed was, dan had hij Stanley messen verboden. Nee, want Stanley messen zijn heel handig. Je kan er geen Twin Towers mee omlaag brengen, zoals bij 11 september 2001. Dat kan niet. Maar voor de rest zijn Stanley messen heel handig. Om pepers te snijden, bijvoorbeeld. Natuurlijk heeft God het toegestaan om Stanley messen te laten maken. God weet, God houdt van scherpheid. Onderscheid. 0 of 1. Heb je ooit je afgevraagd
waarom wij opgebouwd zijn uit koolstof en dat het element daaronder in het periodiek systeem der elementen, dat heet silicium. Silicon Valley, anyone? De wereld is te gek voor woorden. Dat is ons probleem. We hebben geen woorden genoeg, we hebben geen taal genoeg om te beschrijven waar de wereld over gaat. Vooral ik niet. Ik lul in de ruimte. En ik weet waar het over gaat. Dat er zijn mensen. Die zijn meer dan dieren. Tel het maar na op de vingers van je hand en je duim is de mens. Je wijsvinger, dat is het dier. Je derde vinger, dat zijn de planten. En je vierde vinger, daar doen ze de ring omheen, hè? Toch? Je ringvinger, heet dat, hè? Zo is het. Er is nodig dat er een groot vertrouwen komt van ons mensen. Punt. En ophouden met bommen op Irak en laten snijden in je kut. Ben je helemaal gek geworden? Ik heb mezelf ooit ook eens gesneden. Met een Stanley mes. Gewoon om te kijken. Het was in vet. Er was niks aan de hand. Ik heb niet door een pees heen gesneden. Alleen maar dat ik wilde weten of het pijn deed. En het deed geen pijn. Dat is materialiteit genoeg. Je blijft in leven. Heb je dat goed begrepen? Er is geen andere uitweg. Anders veroordeel ik jou tot het lezen van de natuurkunde der onsterfelijkheid. De fysica der onsterfelijkheid. Zo heet het. Op zijn Nederlands. Heb je dat goed begrepen? Er is helemaal geen wereld. Niet een wereld die jij hebt gezien. Die is er niet. Die wordt veroorzaakt. Je zit te kijken naar het resultaat van de oorzaak. En die oorzaak noemen wij God. Dat is een woord. Meer niet. Johannes 1 vers 1, in den beginne was het woord en het woord was bij God en het woord was God. Alsjeblieft, doe het niet. Abortus. Doe het niet. Nee, niet doen. Ja, maar ik ben verkracht en het was een hele smerige Marokkaan. Dat is jouw. Doe er wat mee. Maar je gaat toch niet die vrucht in je buik laten wegsnijden? Hoezo is dat kind schuldig aan het feit dat jij verkracht bent? Want dat is jouw eigen fucking schuld. Had je maar een pepperspray bij je moeten dragen, zoals jouw moeder al zei. Waarom heb je die fan niet gewoon ergens in zijn mild gestoken? Dan houdt hij wel op. Ik kan wel janken. Want ik hou van mensen. Ik hou ook van pitbullterriers en rottweilers.
Ik hou niet alleen van mensen, dat is niet waar. Mensen vind ik interessant, want die kan je mind controlen. En ik wil jullie mind controlen om van je mind control van de overheid af te halen. En terug te keren naar jezelf. Het is waarschijnlijk de enige opdracht die ik heb. En nu echt naar de droevenis, hoe het afliep. De moeder van mijn eerste kind, die begreep mijn twijfel. Ik was het namelijk niet eens met die abortus. Ik wist al dat dat ellende op zou leveren. En geld voor een tweede kind had ik genoeg. Er was geen enkel probleem. We zouden wel moeten verhuizen. Wij woonden heel klein. En we woonden heel duur. We woonden in een van, wat ik vind, stotter. De mooiste buurt van Arnhem. De Spijkerbuurt. De Spijkerbuurt. De opslagbuurt. Ik had er goede connecties. Een tweede kind was geen enkel probleem. En je krijgt van de overheid kinderdinges, kinderbijslag. Dat is ook weer zoveel euro in de maand. Ik had het uitgerekend. Ik denk, no effing problem. En zij zag dat anders. Ze wilde met mij in discussie. Dat vond ik positief, want ik dacht een kans te hebben om dat kind, wat misschien niet eens biologisch van mij was, want in die tijd wist ik dat ze wippedy ging met een andere kerel. Dat inzicht heb ik pas sinds een tijdje. In die tijd dacht ik echt dat het mijn biologische kind was. En zij wilde overleggen of we het in leven zouden laten. Natuurlijk ging ik akkoord. Ik ben namelijk voor het leven. En niet voor de dood. Ik vind de dood saai. Jij ook niet? Ja, ik praat eventjes door, gewoon omdat ik een stilte wil laten vallen en nu zeg ik even niks. Net zolang tot ik weer weet wat ik wilde zeggen. Ik vind het leven, dat vind ik. Het is het enige wat er is. At-one-ment heet dat op zijn Engels. Atonement zeggen ze dan. Atonement. Maar dat is net als abortus verkeerd uitgesproken. Het is abortus. Ontvruchting. En at-one-ment, atonement wordt het gezegd, at-one-ment. Ga het maar even ontleden. Verdiep je in de taal. Godverdomme, jullie idioten.
Je kan zo diep gaan in de dood. En de dood eindigt nergens. Echt. Je kan naar... Ik heb al die porno gezien. En de mensen die in hun lichaam... een orgasme heet dat. Bereiken. Er is geen orgasme. Dat is een, net zoals ik... als je woont in een huis... Nu ga ik diep. Dus pas op. Als je woont in een huis... En dan heb je allemaal afval. En dat doe je in een grijze zak. Dat zet je aan de weg. En dan ben je van je afval af. Dat is het orgasme. Klaarkomen heet dat. Dat is een En vrouwen hebben dat niet echt. Vrouwen kunnen niet klaarkomen. Maar waarom dan niet? Denk een beetje bij mij mee. Vrouwen kunnen niet klaarkomen. Nou en? En neem een plastic pop. Of zoals die Joden. Er wordt vaak van mij gezegd dat ik een antisemitistische... dikselectidistische idioot ben. Met een nadruk op Jood. Ik ben niet tegen vrouwen. Helemaal niet. Ik beschouw vrouwen als mens. En dat gaan jullie ook doen. En wij moeten ons helemaal kapot neuken voor die nieuwe mensen. Die Übermensch. En dat begrip. Gewoon neuken voor je vooruit bestaan. En niet laten wegsnijden. Als het... Dat moet je helemaal niet doen. Het is slecht voor je lichaam. Het is slecht voor je. Het is slecht voor je. Je moet het niet doen. Die abortus die ik heb meegemaakt. Die vond plaats in november 2008. Ongeveer. Mijn dochter was jarig op 21 december. Is geboren op 1999. En ze werd toen dus in 2008 werd ze 9. En die moeder heeft een Stanley mes in haar kut laten stoppen. En die kwam terug en die was zo gek als een deur. Erg. Voor mij. Vond ik. En voor mijn dochter. Want ze had het broertje van mijn dochter laten vermoorden. Dat op zich, geestelijk gesproken, is erg. Want dat mag helemaal niet. Dat kindje dat... Later mocht ik... Ik sprak nog... Oh, stotter, hè?
maar het gaat om de droevenis van ons mens zijn. Je houdt fucking op met abortus. Abortus. Daar hou je mee op. Je had je maar niet moeten laten verkrachten. Het was jouw kut die open stond. Je ramt die kerel maar voor zijn bek. Homo. Maar wat groeit in jouw buik, dat is in jou. Jij bent de heerser van het universum. Jij lijkt het meeste op God. Jij bent de helper van de idioten. Je bent zo machtig als dat je wil. Friedrich Nietzsche heeft gezegd: als een vrouw het vermogen tot toveren verliest, is ze dood. Dus geen stemrecht voor vrouwen, want dat hebben jullie al. Je moest dus weten hoe machtig een vrouw is. Maar laat niet met een Stanley mes een ding in je kut weg laten snijden. Daar word je knettergek van. Idioot. Met een T. Aan het einde. Ik ben een idi-jood. Huh? Met een D aan het einde. Juda. Ik ben de allerergste tormentor van deze wereld. En ik ga jullie vertellen dat ik je dat niet meer moet doen. Echt, never, nooit niet. En ook geen chemotherapie. Dan heb je afhangende tepels en dan ga je naar de dokter. Wil je met tepels hangen omlaag? Ja, wat denk je dat die dokter tegen jou gaat zeggen? Stommerd! Met een nadruk op stommerd. Hou alsjeblieft van je medemens. En wees je bewust dat jij degene bent die een kind kan veroorzaken. Echt in je buik kan dragen. En weet je nog het verhaal van Christus Jezus, dat hij onbevlekt ontvangen was. En wees een Maria. Gewoon een broedmachine. En ja, maar die man van mij is zo dom als een eikel. Ja, daar had je je nooit moeten laten neuken. Hey, vrouwen, die zitten zo te zeuren over. Ja, ik wil zeggenschap. Zeggenschap hoort in balans te zijn met verantwoordelijkheid. Dat geldt voor jullie klojo's ook. En je laat je maar aborteren en dan word je zo gek als een deur. Ja, ik heb me laten aborteren en sinds die tijd is mijn hele hormoonstelsel over de kroeg. Medelijden. Fuck you! Als jullie graag naar de kloten willen, waarom zo langzaam? Waarom doe je niet gewoon van de brug afspringen? Als je toch dood wil, als je niet gehoor wil geven aan de wil, gehoor. Je hebt toch twee oren, of net? Stomboos. Je gaat dan een keer zorgen voor je kind. Ja, maar al die mannen om me heen, die zijn allemaal hartstikke cocaïne verslaafd of whatever.
Ik zie er geen grap meer in. Ja, wel had dan je knieën tegen elkaar gehouden. How hard can it be? Want dat feminisme, dat van vrouwen met een periodes. En daar moet je respect voor hebben. En die moeten hetzelfde salaris krijgen. Al qua uur. Terwijl ze geen fuck doen. Want ze in de helft van de tijd zijn ze ongesteld. Ja, daar hou ik van. Want daar heb ik ook een kans. Nee! Wees je besef. Heb je begrip. Jij bent een fucking mens. Heel goed begrepen. Jij bent mens. Manas. Manas is een oude term die komt uit het Sanskriet of Pali. Die talen die ze spraken in het zuiden van India. Dat spreken wij hier. En daar is het Nederlands uit naar voren gekomen. Een hele eenvoudige spraak. Je hebt dat platbrood, dat is ook eenvoudig. En het Nederlands is heel erg zorgvuldig. Je bent manas, jij als vrouw. Heb dat goed begrip. Heb je dat goed begrepen? Jij bent mens. En ik ben ook een mens. Want ik praat toch tegen jou? Of net? Of niet? Ik praat toch tegen jou? Ik ben ook een mens. Mijn ballen die hangen tussen mijn dijen. We hebben twee soorten van mensen, namelijk mannen en vrouwen. En het grote punt is dat we te weinig mannelijke vrouwen hebben. Vrouwen die verantwoordelijk zijn. En als jij bevrucht bent en je hebt een vrucht in je buik, je bent verantwoordelijk voor die vrucht. Stilte. Jij hebt je toch laten penetreren, of niet? Jo, ik was mijn looie pijp vergeten, want als ik mijn looie pijp bij me had gehad, had ik die kerel wel een hersenbloeding geschaar. Bam! Ja, maar waarom was je dan je looie pijp vergeten? Homo! En voor de rest ga je die vrucht dragen. Wat denk je dat de mannen wel niet moeten doen? Ik ken mannen die moeten elke dag om 7 uur 's morgens op de steiger staan. En jij een beetje thee drinken met je vriendinnen? Je gaat maar gewoon kinderen baren. Nog een keer het verhaal van Sparta. Vrouwen zijn er om strijders te baren. En dat doe je maar. En als je dat niet doet, ja, dan laat je die vrucht. Ja, je mag die vrucht van mij part laten verschrompelen. Net als een rat. En dan een keertje op het toilet. En dan komt alles eruit. Dan denk je, haha, nou, dat is hem geweest. Het wordt hem niet. Kijk, dat is lef. Maar met een Stanley mes in je kut laten snijden, je bent gek als een hoer. In de slechte zin van het woord. Want ik ben ook een hoer.
En je hebt respect te hebben voor je lichaam. Nou, hoe het afliep, dat was heel erg grappig. Die abortus die vond plaats in oktober, november van 2008. En mijn dochter, heel toevallig, is geboren op 21 december. Een winterkind. Dus begin december begon ik over het verjaardagscadeau. En toen had zij die abortus gehad. Dus haar hormoonstelsel was totaal... Ja, ik wilde daar geen last van hebben. Ik was er helemaal op tegen dat zij met een Stanley mes in haar kut had lopen snijden. Ik heb ook nog gevraagd, is die wel verdoofd? En zij zei, ja, ik ben verdoofd. Ik zei, nee, kuthoer. Is dat kind wel verdoofd? Voordat hij helemaal aan stukken gesneden werd. En toen werd ze kwaad, jongen. En dat was nog niet genoeg. Natuurlijk. Het gaat altijd verder. Want als je je verdiept in het kwade, je gaat kennis nemen, je gaat... Hoe moet je dat zeggen? Boeddha heeft daar iets heel moois over gezegd. Neem kennis van het kwade en leer het goede doen. En zij heeft geleerd van het kwade. Oh, als je kwaad wil doen, nou, dan weet ik precies hoe dat moet. Dan neem je een retourtje naar Den Haag en dan even met de tram. En dan kom je in die kliniek. Echt een kut homo. En dat is in ieder van jullie die een abortus laat plegen. Even tot de orde roepen, mijn beste dames. Never, nooit niet, never, nooit. Als jij een kind in je buik laat, ja, dat is gebeurd, dan komt dat eruit. Doe niet zo fucking moeilijk. Je poept het kind eruit en klaar daarmee. Het beste doe je dat je voor dat kind zorgt. En dat is een hele opdracht. Het kost 12 jaar. Als je het snel doet. Heb je een kerel erbij, is het makkelijker. Maar dan moet je wel een goede kerel hebben. En die bestaan momenteel niet, want de hele wereld bestaat uit pussies. Dat weet ik ook wel. Sorry voor mijn luide taal. Ik heb medelijden met jullie. Want jullie vrouwen zijn mensen. Ik ook. Ik had een vrijmetselaar kunnen zijn met een schotje voor mijn lul. Dat is ook de enige bevolkingsgroep... Om het maar even seksistisch te zeggen. Dat zijn vrouwen. Echt waar. Al die mannen kunnen van mij de pot op. Met hun geouwe hoer. Vrouwen. Ik denk dat dat mijn beste vrienden zijn. Van de vrienden die ik heb... Hè. Ik heb een hele hoop vrienden, kennissen. En daarvan de vrouwen. Het zijn mensen die zijn onderdrukt. En die wordt aanbevolen om een abortus te laten plegen. Oh, wat erg.
Vind je zelf niet? In Amerika is er een organisatie en die heet Planned Parenthood. Ik moet een boertje laten. Ik heb bier gedronken. Koolstofdioxide. Planned Parenthood. Gepland ouderschap. Dat is een organisatie daar. Ik wil dat niet. Ik niet. Ik wil chaos. Ik wil dat iedere vrouw... Gewoon, die ziet een kereltje... En dan kom op, jongen. Hoppie hoppie. En dan hop een bolle buik. En een kind eruit. En dat die vrouw tegen die kerel zegt... Die heb jij geneukt. Dat is jouw kind. En dat die vrouw... Die man tot verantwoording roept. En die man, hopelijk, maar zoveel slimme mannen zijn er niet. Dat weet ik ook wel. Dus je kan ook gewoon gaan neuken met een ezel. Maar dan nog, je kan mazzel hebben. Dan heb je een kerel en die kan wat. Bij voorkeur een bouwvakker. En dat bedoel ik een bouwvakker in de algemene zin. En jij bent de man van het huis. Jij bent de manager. Dat is de bedoeling. Dat heeft God verzonnen. En poep die kinderen eruit. Het gaat alleen maar om kinderen. Niets meer en niets minder. Nou, die vrouw, de moeder van mijn eerste kind, die aandachtvrager, die... Dus 14 weken lang mijn tweede kind heeft laten groeien. En mijn tweede kind, dat begon al te schoppen. Daarom denk ik ook dat het een jongetje was. En zij had last van dat ding. Die heeft ze laten wegsnijden... Als een ding. Later bij de mediator, die scheidingsoperator, mocht ik niet meer zeggen dat het mijn kind was. Want dat was juridisch niet toegestaan. En de moeder van mijn eerste kind, die glimlachte tevreden, want ze had, wat had ze laten wegsnijden? De juridische term is een foetus, een vrat. Dat klopt niet. Dat klopt echt niet hoor. Echt niet. Ik wil niet zeurderig overkomen, maar het klopt niet. Het was mijn kind. Geworden. Als die moeder de moeite had genomen om die buik dicht te laten worden en dan uiteindelijk baren. En daarvoor moeten je heupen, die gaan opzij en dan... Maar dat is voorbereid. Het werkt zo. Je kan ook een kind baren in een warm bad. Je hebt helemaal geen zwangerschapsgymnastiek nodig. Je hoeft alleen maar te willen dat het kind geboren wordt. En dan te kijken naar wat het kind gaat doen. Want het kind is fucking slimmer dan jij. Als jij je best doet als ouder. En wat ik je meer te zijn dan ouder,
Ken je die mop van die baby? Ik laat hem even in stilte vallen hoor. Jij bent verantwoordelijk voor het nieuwe leven. Die Übermensch. Ik weet dat ik heel veel mensen tegen de haren instrijk als ik begin over de Bijbel. Dus pak ik lekker Friedrich Nietzsche erbij. Hij is een goed begrip. Ja, maar Perry, als ik één kind krijg, is dat maar één kind hoor. En ja, dat is zo weinig. Het maakt niet uit. Eén korreltje zout in een grote plas met water maakt het hele water zout. Dat is een dogma van de... Weet het niet, de apostolische gemeenschap. Ik ben daar niet van. Hè? Ik hou van vuur. Ik ben ook de antichrist. Als persoon. Ik ben de antichrist. Dan is het gelijk met al de gezeik afgelopen. Jullie mensen gaan besef hebben voor de mooiheid, de schoonheid van je bestaan. Jullie gaan het one moment nu gaan doen. En niet met een Stanley mes in je kut laten snijden. Hest een goed begrip. En ook geen chemotherapie meer. Als er chemotherapie wordt aangeboden, dan zeg jij... Dank u wel voor de aandacht. Heb je dat goed begrepen? Niet meer naar dokter Mengele gaan. Je hebt maar respect hebben voor je eigen lichaam. Zo, dat was hard, hè? Vind je niet? Maar hard met een D. Nou oké, je hebt een abortus gehad, je hebt een ontvruchting gehad. En wat nu? Ja, rust, dacht ik. Je hebt een abortus gehad? Dan naar de natuur toe. Tussen de bomen lopen. En je bloedende binnenkant voelen. Ga maar paddenstoelen zoeken. Ik snap het wel, dat je een uitzichtloze situatie hebt en het is je niet gelukt om die vrucht te laten besterven. Je hebt een dichotomie, heet dat. En aan de ene kant, je lichaam, die zit maar te groeien met die vrucht, dat is geen fucking wrat. Dat is een mens. Ja goed, je lichaam groeit naar een mens en jij hebt zoiets van ik wil daarvan af. Desnoods met een Stanley mes. Hoe kom je daarmee klaar? Hoe ga jij verantwoorden aan de Heere Heere dat je een van zijn kinderen hebt laten stoppen? Hoe ga je dat verantwoorden, mijn lieve kind? Ja, want anders was het helemaal niet goed gegaan. Ja, mij gaat het om jou. Want God maakt zoveel kinderen, dat wil je niet weten. En ze neuken daar, er wordt overal geneukt, er overal kinderen.
Dus God maakt het niet uit. En waarom heb jij een van zijn kinderen laten weghalen? Nou, mijn dochter is dus jarig op de winterzonnestilstand, of daarbij vlakbij, hè? Winterkind, geboren dinges. Dat was na de abortus. En ik in begin december overleggen met de moeder die het tweede kind had laten vermoorden. En ik vroeg aan die moeder, wat gaan we doen voor de verjaardag van mijn eerste kind? Die moeder zei, we hebben eerst nog Sinterklaas en dan moet ik cadeautjes en die gedichten moet je schrijven op rijm. Ik weet het nog niet. Nou, dacht ik, oké, dat wijf is gek. Want er is geen vrouw die deugt, behalve de vrouwen die ik ontmoet heb, die wel deugen. En dat zijn enkelingen. En voor mannen geldt het trouwens ook. Dus wat zeur ik, hè. Zij zei, daar moet ik nog even over nadenken. Voor het cadeau. En ik had al een paar ideeën. Eén idee was een vulpen. Een heel mooi design. Die kan je vullen. Dus je kan de inkt in met een injectienaald of whatever. Of vullingen. En je schrijft maar door. En dan moet je heel voorzichtig schrijven. Als je een vulpen hard drukt in het papier, dan gaat die splijten, dan is die kapot. Dan vloeit de vulpen niet meer. En de andere was het idee om haar fiets, ze had zo'n kinderfiets, om het achterwiel te laten vervangen door een achterwiel met een versnelling. En dan een kabeltje, dat zit aan je stuur. En dan kan je kiezen van 1, 2, 3. En in de eerste versnelling, dan kan je heel licht trappen. Echt heel licht. Dus dan gaan je spieren goed in de rondte. En je kan tegen een heuvel op. Ik woon nog steeds in Arnhem. Het was in Arnhem. Met die heuvel bij de geitenkamp, de geitenbult. En de rest. Met al die bruggen. En dan terugschakelen in de versnelling. En dan ga je in je eerste versnelling tegen de brug op. En heb je heel veel energie. Op een manier dat het niks kost. In plaats van dat je met een vaste versnelling hard op de trappers moet gaan staan. En dat kost je knieschijven. Fietsen is leuk als het gaat over rechtuit. En tegen een heuvel op heb je... Waarom denk je dat wielrenners allemaal versnellingen hebben? Zij werd daar fulmineus over. Van, jij wil iets en ik wil dat dus niet. Ja, want zij was gek van die abortus. Abortus. Ze was knettergek. En wat wil je ook?
Je laat iets wat in je buik groeit, laat je wegsnijden. Je hele hormoonstelsel gaat naar de kloten. Waar de fuck haal je het lef vandaan? Als ik een persoon mag zijn, dan wil ik het liefst een feministe zijn. Ik wil de baas zijn van jullie vrouwen, om jullie te vertellen dat je je aan de wet en de profeten moet houden. Het rijmde bijna, vond je niet? Het is serieus, hè? Ik ben woedend. Ik ben zo boos dat er is tegen mij gezegd, Perry, jij bent als een tempel met de honden voor het hek. Ja, ik ben jullie helemaal beu. Jullie aborterende. Zeg ik dat goed? Aborterende. Dat je een eer hebt voor abortus. Je bent zo gek als een konijn. Ik wil niet eens over jullie heen urineren. Je gaat me afrekenen met mijn vader. En niet George Laurens Alexander Winkel, maar mijn vader. Met een hoofdletter M en een hoofdletter V. De Heere, Heere heet hij ook wel. Denk je dat hij blij is? Dat je een van zijn kinderen hebt laten wegsnijden? En weet je dat er in de 10 geboden staat, gij zult niet doden? Homo! Ja, maar Perry, dat betekent dus dat als er een kind uit mijn kut gekomen komt, dat ik daar verantwoordelijk voor ben. Ja, inderdaad. Ik kan er niks aan doen. Beter jij dan de communistische overheid. Ja, maar wat krijg ik dan ervoor terug? Niks. Laat je kinderen vrij. En kijk maar wat er van komt. En komen ze naar het bejaardentehuis op het moment dat jij ze nodig hebt. Dat is mooi genoeg. Beter is het dat je gewoon lekker in je eentje wegrot. Dat je tegen je kinderen zegt van, dag Sinterklaasje, dag, 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 Zwarte Piet. Heb je verantwoordelijkheid te nemen? Ja, maar dan moet ik 9 maanden lang. Ja, wat de F. Oh, hoe het afliep met na die abortus van de moeder van mijn eerste kind. Dat is het broertje. Dat was een jongetje. Dat weet ik zeker. Ja, dat denk ik. Ik stotter helemaal. Dat denk ik zeker te weten. Zij heeft dat ding. Hoe heette die eigenlijk? Hij heeft nooit een naam gehad. Hè? Heeft ze weg laten snijden. En toen kwam die verjaardag van mijn dochter. En ik begon over die 2 cadeaus. En mijn dochter was jarig op een zaterdag. Dat is een onderdeel van de Shabbat. Ik hou meer van de zaterdag dan van de zondag. Maar dat heeft er niks mee te maken. Ze was op een zaterdag jarig in dat jaar. 21 december 2008. En de donderdag daarvoor zei ik tegen die moeder, het is afgelopen. Ik ga morgen, vrijdag,
zorgen voor een cadeau. Het enige wat het opleverde was 2 A4'tjes die ik geprint had. Met de belofte van een achterwiel met versnellingen. En een vulpen die gegraveerd zou worden met haar naam. Nina Wiekel. Ik zeg het een beetje op zijn Duits. Nina Wiekel. Dat was het enige wat ik kon regelen. Die vrouw was gek geworden. Ja, vind je het gek? Je hebt in je kut laten snijden. En jij vindt dat lekker? Ik laat een stilte vallen. Haar hele hormoonsysteem was naar de kloten. En zij zag erop toe dat mijn dochter alleen maar 2 A4'tjes kreeg met beloftes. En mijn dochter is een mean mofo en dat zouden jullie vrouwen ook allemaal moeten worden. En die nam er genoegen mee. En die zei, ja pap, mam, dankjewel. Ze had nog wel verse jus d'orange. Maar geen cadeaus. En hoe komt dat? Waarom ziet een moeder erop toe dat haar kinderen geen cadeaus krijgen? Nou, omdat ze fucking in haar kut heeft laten snijden met een Stanley mes. Die is zo gek als een deur. Dus hou er rekening mee. Abortus is een serieuze zaak. In de Koran staat, je moet je vrouw elke dag slaan. En als jij niet weet waarom, dan weet zij wel waarom. Of woorden van gelijke strekking. Abortus is het allerslechtste idee wat je je maar kan voorstellen. Je kan je nog beter je eigen pik afsnijden. Dan doe je nog wat. Of een tatoeage laten zetten. Dat is ook voor de eeuwigheid. En een abortus is ook voor de eeuwigheid. Het werd 11 februari en ik zei tegen mijn kind, mijn eerste kind, we gaan een bos bloemen kopen voor je moeder, Valentijnsdag. En wij hebben om de hoek, dat is een hele aardige vrouw, en ze heeft een grabbelton voor de kinderen. En leuke houten vlondertjes op de vloer. Op de, shit. Fout. Ze heeft hele grappige vlondertjes. Van het geïmpregneerde hout. En het ruikt daar fris. En ik had geld. En wilde een bos rozen. Rode rozen. 11 februari. En mijn dochter die keek mee hoe die vrouw die rozen allemaal samen netjes inrolde in een papier. Ik heb betaald. En we liepen naar huis. En toen pakte ik het scherpe mes.
En snijd netjes die rozen. Dat ze water kunnen krijgen. Want bloemen verwelken. Nietzsche, Friedrich Nietzsche, heeft gezegd: een schande is het als je mensen bloemen geeft. Want dan confronteer je mensen met vergankelijkheid. Ik vind bloemen mooi. Ik weet dat ze verwelken en dan moet je ze weggooien. In de tussentijd zijn bloemen mooi. Misschien had ik die bloemen niet moeten geven. Misschien had ik die vrouw nooit bloemen moeten geven. Ik vind bloemen mooi. Ja. Als het te betalen is. En op 11 februari heb ik dus met mijn dochter die rozen afgesneden. En we zijn naar een vaas op zoek gegaan waar ze samen in konden passen. En warm water ingedaan. Dus, niet dat koude water bij rozen, maar een beetje warm water. En een mooie plek uitgezocht. En die rozen die vervulden de ruimte met hun roodheid. Ik vond ze mooi staan en mijn dochter ook. Dus daar werd de vaas neergezet met dat warme water en die rozen mooi in een boeket. Een waardering voor schoonheid op zichzelf. Mijn dochter en ik heel tevreden. En toen kwam haar moeder thuis en die werd kwaad. Wat doen die? Wat doet dit liefdevolheid in mijn bestaan? Ze werd pissig. En waar komt dat van? Ze had het broertje van mijn dochter vermoord, laten vermoorden. Dus je bent de moordenaar. Je hebt er zelf voor gekozen om een mens te laten vermoorden. En dan zie je een bos met rode rozen en dan word je helemaal hels. Waar ben je mee bezig? Waarom laat je niet gewoon het leven komen? Ook in je omgeving. Waarom? Johannes, nee, dat is Matthäus 7, vers 1. Oordeelt niet opdat gij niet geoordeeld worden. Het Oude Testament, dat was grof. Het waren 10 geboden. Als je die niet snapt, ga maar naar huis. Ga maar dood. Rot weg in de krotten van het tandengeknars en het geweeklaag. Vooral als je wel het vermogen had om het te begrijpen.
Dus jullie vrouwen, ik wil geen feministische beweging meer. Ik wil dat jullie je beseffen dat je mens bent. En je mag niet moorden. Ja, maar het kriebelde in mijn buik en ik dacht van echt van nou... Ja, dat is jouw probleem, of niet? En niet tussen jou en mij, nee, tussen jou en de heren, heren. Heb je dat goed begrepen? Of moet ik het op zijn Frans zeggen? Is dat goed begrepen? En als je lekker doorgaat met aborteren. Ja, Yuko, F maar één hol. Ik wil niet meer met je omgaan. Ik wil niet omgaan met moordenaars. Het was ook het einde van het vertrouwen wat ik had tussen de moeder van mijn eerste kind. Als jij mijn tweede kind in stukken laat snijden, Yuko, ja, dan is het afgelopen. Je gaat maar een keer beginnen met nadenken. Want je bent toch een mens of niet? Nee, ik ben geen mens. Want ik ben een vrouw. En ik ben emotioneel. En ik hou van dingen doen. Stilte. Aborteren. Je hele hormoonstelsel in de war brengen. Met een Stanley mes. Of chemo dinges. Schaam je. Ik zeg dit niet als beschuldiging. Ik zeg dit als waarschuwing. Dat ga je never nooit meer doen. Nooit niet. Echt niet. Het is alleen maar een waarschuwing. Don't go that way. En wees je bewust van je menselijkheid. En wees je bewust dat de Heere, Heere wil dat wij ons voortplanten. En jij als vrouw hebt de keuze. En neem die van tevoren. Wil je seks met iemand? Hou je, wil je seks met iemand, maar geen kinderen, hou je onderbroek aan. Ja, maar Piggy, dat is alleen maar contact en met die energie. Ja. Natuurlijk. En de keuze om een penis in je vagina te laten steken, dat is jouw fucking keuze. Of je had een pepperspray bij je. En als je die vergeten was, ben jij de homo in de slechte zin van het woord. Of een dolk. En ben je dan wel zwanger geworden? Ja, dat is jouw fucking kind. Ja, maar ik heb helemaal geen zin om te zorgen voor mijn kind. Oh man. Ja, ik kan het niet. Ja, dat kan je wel, hel. Zeg gewoon tegen je kind. Ja, jij bent geboren vanuit het niets. Ik wilde het helemaal niet. Toch ben je er.
ik ben jouw zielige moeder. Zeg dat dan. Je krijgt toch kinderbijslag? Je zorgt er voor je kind voor zoveel €100 per maand. Krijg je gratis vergoed van de communistische katholieke kuddekerk. En neuk jezelf helemaal in de rondte. Maak kinderen en voed ze op. Mooie stilte, hè? En dus ga ik afsluiten. En op zijn hamburg zag ik tjus en dag lievers.